weer een nieuwe week. En deze week, ik moet eerlijk zeggen, deze week is echt al 3 dagen begonnen. Het is woensdag namelijk. Maar ja, ik had gewoon het begin van de week eigenlijk een beetje stress. En daarna dacht ik gewoon, ja, ik dacht gewoon niet aan vloggen. Maar goed, ik pak jullie er weer bij. En ik ben net klaar met werken. Ik ga nu richting Jeremiah. Hij is met mijn tante. Ik ga hem daar ophalen. En daarna wil ik eigenlijk... Ik wil naar de Action. Maar zal ik vandaag naar de Action? Of zal ik dat gewoon morgen doen? We mogen wel lekker vrij. Maar goed jongens. Ik ben over van alles aan het praten. Over allemaal andere dingen. En ik vergeet helemaal te zeggen, de nieuws is oud, hè? De nieuws is oud. Jullie weten nu, allemaal denk ik wel, dat ik zwanger ben. Als jullie de vorige video hebben gezien, dan weten jullie dat ik zwanger ben. En ja, dat is dus ook de reden dat ik zo vaak buiten adem was. Dat ik zo vaak moe was. Nee, kijk. Dat is niet de enige reden dat ik zo vaak moe was. Want ik slaap gewoon heel slecht. Ik slaap heel slecht, ik werk veel en dan ben ik gewoon op. Maar goed, dat is een van de redenen dat ik moe was. Dat is ook een van de redenen dat ik gewoon zo makkelijk ziek werd en ziek was. Maar oké, het gaat nu wel oké. En ik ben nog steeds heel veel moe, want deze zwangerschap is beating my ass, oké? It's really beating my ass. Maar oké, okay, I got this. En ja, we moeten nog een paar maandjes. Dus ja, het is bijna op de helft. Bijna op de helft. Anyway, ik kan jullie nu geen bump update geven. Maar ja, in de vorige video heb ik het waarschijnlijk al laten zien. Dus ja. Over 2 weken heb ik mijn gender reveal party. Na mijn gender reveal brunch eigenlijk heb ik georganiseerd. Ben ik aan het organiseren. Heb ik gepland staan. Dus daarvoor moet ik nog heel wat doen. En ik ga jullie sowieso ook gewoon meenemen daarin. Alleen komt dat wel. De gender reveal zelf. De video daarvan komt los in een aparte video. Dus los van de weekvlogs. Maar goed, jullie zullen het allemaal wel nog zien. Wat vinden jullie trouwens van dat ik zwanger ben? Anyway. Ik ga gauw deze stouter van me ophalen. En dan zie ik jullie thuis. Jongens, ik ben helemaal vergeten te vloggen. En I look like a mess. Ik was Bob de Bouster aan het spelen. En het ging een beetje mis. Ik ging dus die in-between gordijnen ophangen. Maar ze zijn dus te lang. Kijk. Maar goed, ik ga ze morgen dus naar de klerenmaker brengen. Die kan ze inkorten. En look, een mes. Een mes. Ik heb het wel een beetje opgeruimd, maar een mes. En ik probeerde dus mijn side table te maken. En mijn vrouwtje met een slimme hoofd. God. Ik heb het verkeerd, dus ik heb het goed gemeten. Maar ik heb het verkeerd door de helft gedeeld. Waardoor ik nu een kort heb en een lange. Maar goed, morgen gaan we het fixen. Morgen ga ik naar Praxis. En dan ga ik vragen of ze het daar voor me kunnen zagen. En dan, ja, nu kan ik mijn side table maken. En dan ga ik jullie daarna uitleggen hoe ik het heb gedaan. Als het me eerst lukt, oké? Okay? En ik moet ook nog, dus mijn andere pakken gordijnen heb ik maar niet opgehangen. Morgen, wanneer ik het naar de klerenmaker heb gebracht, ga ik verder. Ik hoop dat ze morgen meteen klaar zijn. Dan kan ik het meteen ophangen. Want maar ik vind dat mijn huisje nu gewoon een beetje klaar moet zijn, snap je? Maar het gaat komen. Het gaat komen. En ja, dat zo een beetje. Ik ga denk ik nu gewoon even alles weer een beetje opruimen. Aan de kant doen. En dan gaan we morgen verder met klussen.
Oh, ik heb ook een kast die ik in de kamer zit. Zal ik dat nu doen? Of zal ik gewoon gaan rusten? Want ik zweer, ik hoor deze dingen niet meer zelf te doen. Weet je, ik denk omdat mijn buik nog niet zo groot is dat ik nog alles aan kan. Maar na een paar minuten is mijn rug gewoon helemaal kapot. Dus ja, misschien doe ik het morgen. Of misschien doe ik het straks, I don't know. Anyway, jullie zien het wel. Praxis! Kijk, daar is de zagerij. Oké, jongens, ik heb Mosa trouwens in de praxis. Hey, goedemorgen. Goedemiddag. Ik ben er ook. Ja, dat weten ze nou wel. Het is donderdag. En we zijn nu in de praxis. Ik heb die plank meegenomen, maar ik heb het in de auto gelaten. Omdat ik eerst voor de zekerheid moet vragen of ze überhaupt hier planken van buiten, dus niet van hun eigen winkel, kunnen zagen. Of willen zagen, want ze kunnen het sowieso wel. Maar goed, ik ben benieuwd. Kom. Nou, ze willen het dus niet hier zagen. Dat betekent dat ik het thuis zelf moet gaan zagen. Ik mag jokken. Want ik ben kwaadaardig. Als je kwaadaardig bent, mag je alles doen. Zeg mijn kind tegen me, waarom zeg je niet gewoon dat je het hier hebt gekocht? Ik heb het niet hier gekocht. Maar ik mag het doen. Ik nee, ben kwaadaardig. En jokken mag niet. Maar ik ben kwaadaardig, dus ik mag het doen. Mezelf dus nog meer werk gegeven. Jongens, het is voor me gezaagd bij de gamma. En ik hoefde niet eens te betalen van die meneer. Ik ben zo blij. Oh mijn god. Sport life. Ik ging al zo wat stressen door de praxis. Want die man was echt rude. Maar oké, ik dacht, weet je, Jocelyn, ga maar gewoon weg. Loop maar gewoon weg. En iets zei me, ga gewoon even naar gamma. Want ik had ook die spulletjes nodig om zeg maar die plank aan elkaar vast te maken. En dat heb ik ook hier bij de gamma gevonden. Dus ik kan vanavond mijn side table klaarmaken. Ik ben er ook, jongens. Ik ben mijn moeders kind. Ja, dat weet. Oh, wauw. Ik ben mijn moeders kind. Really, Jeremiah? Really? En ik ben oma. Ik mis oma erg, erg, erg. Oké. Okay. Jullie moeten oma ook missen. Is mijn lievelingsoma. Met oma Wilma. We gaan nu even een Snackbox halen. Dat zou ik inderdaad zeggen, maar ik wil eerst eigenlijk naar de Action. Nee. Oh, er is een Action bij dinges in de buurt waar we wonen. Ja. Oké, we gaan eerst een snackbox halen. En daarna gaan we even naar de Action. Helemaal weer geen. Nou, we zijn al naar de KFC geweest. Jongens, Kokos Milkshake is terug. En dit is al de derde keer dat ik het heb besteld sinds het terug is. Derde? Ja, want je doet alsof het jouw geld is mijn geld. Nee, ik dacht als je tweede keer, want nou gisteren had je tante Asje, bij tante Asje gekocht vandaag en daarna die andere dag. Jongens, het is mijn derde keer. Oh, trouwens, jullie zien special in de back? Of nou als ons komen maar eten? Maar derde keer ook. Ja, jammer alleen. Ja, shit. En we hebben ook hier onze KFC. Snackboxjes. We gaan nu naar Amstelveen. En daar ga ik slapen? Nee, ik ga niet daar slapen. Ik ga daar gewoon even snel koken. En dan daarna ga ik kijken of ik het haal om naar de Action te gaan. Anders ga ik morgen naar de Action. Zo lekker, jongens. Oeh. Als ik thuis ben, ga ik mijn side table in elkaar doen en dan gaan jullie zien. Anyway, later. I did it. Ik heb mijn eigen side table gemaakt, jongens. Maar kijk jullie eens. Mijn rug is helemaal kapot. What
Oh mijn god. Maar het is me gelukt. I'm happy. Ik ben helemaal blij met het resultaat. En nu ga ik het aankleden. Oh mijn god. Ik moet echt even rustig gaan zitten. Ik heb zoveel pijn. Ik heb ook echt buikpijn gekregen. Oh. Oh, nu kunnen jullie een kleine bump update. This is my belly. Ik ga even zitten. I cannot. Jongens, ik ben eindelijk in de action. Wat zou ik ook alweer allemaal kopen? I don't know. Maar we zien wel wat ik thuis beland. Oké, is goed. Ja, Jerma. Ik loop hier en ik denk echt, wat doe ik hier? Het is echt wel niet zomaar te graag dingen wil kopen, want er is geen reet hierop. Ga maar eruit. Jongens, ik ben al zeker 15 minuten of zo thuis. En ik heb echt 15 minuten op de bank gezeten. Omdat ik gewoon helemaal kapot ben. Mijn rug is gewoon kapot. Dat tillen, oh mijn god. Het was maar dat ik een kennis tegenkwam die mij heeft geholpen met die boodschap speciaal. Want anders was ik helemaal dood gegaan. Maar goed, om het naar binnen te brengen. Hell of a job. Nou, wil ik ze dus ook niet gaan uitpakken. Maar goed, moet gebeuren. Want ik heb spullen bij de kruidvat gehaald. Dit heb ik bij de Action gehaald. En de boodschapjes heb ik hier. I don't know, willen jullie allemaal zien wat ik heb gekocht? Gaan we er heel snel doorheen? Ja, we gaan dat doen. Oké, wat ik dus bij de Action heb gehaald. Nieuwe aanstekers, want jullie zagen dat die ander effect deden. Ik heb twee wc's bij. Een nieuwe van deze vaas, dat ik heb hem laatst kapot laten vallen. Echt op klus ben ik ook tegenwoordig. Nu laat ik ook bijna weer kapot vallen, dat was goed zetten. Paar batterijen. Adiopods. En snoepies, maar ik ga er echt snel doorheen, hoor. Bij de kruidvat hebben we visjes. Drie van die Lenore wasverzachters. Meridol tandpasta. Twee van die Dove douche gel. Tandenborstels. Deo, drie keer. En mijn favoriete lipgloss van Catrice. En dan gaan we even meteen door met wat we hebben gehaald bij, heet het, Jumbo. Jongens, ik voel me zo uitgeput. Ik denk dat jullie het gewoon kunnen zien aan me, dat ik heb gewoon geen energie. Ik kan deze tas ook echt niet optillen, dus we gaan eerst even die andere tas doen. Volkoren brood. Twee pakken druiven. Oh, natuurlijk basmati rijst. Spinazie, dat ga ik zo meteen klaarmaken. Mini shovel ijsjes en space shuttles. Oreo koekjes. Twee pakken kaas. Azijn. Banaan. Tochtige tonnenpapier. Pistoletjes. Keukenrol, honing ringetjes, dat is gewoon cornflakes ook.
Rookworst. Mandarijnen. 2 komkommers. Salami spaans en schouderham. En dan ga ik jullie even naar hier pakken. Voor die zware tas. Daar heb ik in mijn favoriete ijs. Die helemaal ingedrukt is. En waarschijnlijk dus helemaal ontdooid. Ga ik snel in de vriezer doen. Honing. Melk. Wereldmelk. Chocomelk. Danoontje. Chocopasta. En eigenlijk alleen maar frisdrank en wat dubbel fris sapjes. En nog wat andere sap daar ook aan de andere kant. En dat is alles wat ik vandaag heb gehaald. Jongens. Ik heb dat ik hoor. Ik moet mezelf meer rust geven. Ik zie jullie later. Ja. Jongens, kijk jullie eens wie er zijn. En kijk, ze drinken gewoon zonder, maar dit is toch niet oké. Kijk, en een blauwe wijntje. Dus, de baby wordt een meisje. Een meisje. Deppie en ik hebben net gewerkt. 50 euro. Ik ben echt benieuwd. Ik ben jongen, Deppie is een meisje. Ja. Over 2 weken, wie gaat winnen? Oké. Okay. Ik heb niet betaald, hè? Ik heb betaald. Oké. Hey jongens. Ik kom net van... Fun baby. Jullie kunnen daar zien. Wacht. Daro. En we gingen net een pret-echo doen. En een geslachts-echo. Specialie, kom laat het wijzen. En ik heb een knuffelbeer. Met een hartslag. Specialie zegt, hey, want je komt zo in beeld. Hi guys. Ze moest per se mee. Kijk. Horen jullie de hartslag? Ik vind het zo schattig. Oh my god. Ik ben helemaal naar Rotterdam gekomen. Alleen voor deze knuffelbeer, jongens. Maar goed. Nou kan ik weer naar huis. Hi guys. Ik ben op Jocelyn telefoon. Ze is gaan plassen. En ze weet niet dat ik film, maar I don't care. Because it's my vlog now. So, I did my hair yesterday. And now we going to the wasstraat to wash the car. And then, yeah. Period. Bye. Het is zo lekker weer, jongens. Oh mijn god, ik heb geen enkele jas aan. Maar goed, we zijn nu bij de car wash. Happy dog. En specially is allemaal aan het wassen. Kijk, wat lief. I love her. Want mijn rug gaat natuurlijk kapot. Maar goed, ze heeft niet echt veel kracht, dus ik ga haar moeten helpen. Ja, kijk hier nog mee gaan. Hey jongens, het is alweer de laatste dag van deze week. En het is inmiddels ook echt al avond. Ik heb vanochtend gewerkt. Jeremiah, kom niet vervelend doen alsjeblieft. Want je moet gewoon zo meteen naar bed. Ik wil alleen mezelf laten. 15 minuten. 15 minuten. Ik heb vanochtend gewerkt tot een uur of... Tijd gaat kwart of drie. Ja. En ik ben daarna gewoon meteen naar huis gekomen. Ben ik gaan koken. En toen gewoon even hangen op de bank. Vandaag, ik weet niet. Het voelde een beetje alsof ik er doorheen zat of zo. Ik denk echt dat mijn hormonen gewoon all over the place zijn. Want ja, vanaf het moment dat ik vanochtend opstond, was ik gewoon eigenlijk sad. Het gevoel was zo sterk dat ik het gewoon op werk gewoon bijna niet meer kon uithouden. Maar goed, ik ben sterk gebleven. Hey. Wil je daarmee ophouden? Hiermee. En goed, net heb ik mezelf een beetje bij elkaar geraapt en heb ik mijn kast eindelijk in elkaar gezet. Ik ga het jullie wijzen. En ik heb trouwens ook gewoon gekookt, dus voordat jullie denken van oh, ze voelden zich een beetje kut, heeft ze niks gedaan. Ik heb alles gedaan wat ik moest doen. Dit is de kast.
I like it a lot. Misschien moet ik vanaf hier deze kant wijzen. Dan kunnen jullie het helemaal zien. Zien jullie? En ik heb nu gewoon eventjes deze leuke foto's van mij en mijn broer, mijn zusje en blablabla gezet. En een foto van Brigaila en Jeremiah, die ze zelf had uitgeprint en in mijn woning had gezet. En ja, mijn Boeddha of course. En deze lekkere geurkaars. Dat lijkt zo lekker, jongens. Ik wil het niet eens gebruiken. En heb ik gewoon van die drie bokjes. Nog even kijken wat ik in alles ga doen. In die onderste heb ik gewoon gereedschappen gedaan. En ja, nu is de gang eigenlijk een beetje bijna af. Ik zit alleen te twijfelen of ik hier toch een ander spiegel wil zetten. Die van die lange zo. En dan twee naast elkaar of zo. Maar ja, ik zie het wel. En ja, om mezelf een beetje op te beuren had ik vandaag rozen gekocht. Maar het heeft niet echt gewerkt. Maar die rozen zijn wel echt nice. Geel voor een keer. Like, look at them. Very beautiful. Anyway, jongens. Ik ga voor vandaag gewoon echt niks meer doen. Gisteren heb ik ook echt niet zoveel gevlogd. Maar ik dacht, laten we jullie alsnog een beetje meenemen. Bij de echo. We gingen eigenlijk, ik ging eigenlijk alleen maar zo ver. Want van baby is in Rotterdam. Ik ging alleen maar zo ver omdat ik echt die knuffel wou met de hartslag van de baby. En dat heb ik nu. En we hebben ook daar meteen een geslachtsbepaling gedaan. Alleen wou ik het niet weten. Dus heb ik het in een envelopje laten zitten. En heb ik het gebracht naar Dettie de zusje. Die gaat de onthulling doen. Voor onze gender review. En dat is over 2 weken. En ja, dat was eigenlijk gisteren een beetje voor nu. Ga ik de vlog gewoon afsluiten. En dan ga ik jullie weer zien in een nieuwe week. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet die dikke duim aan te klikken als je het een leuke vlog vond. En dan zie ik je weer in een nieuwe video. En